Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond, beste kijkers. Mijn naam is Laurent. Welkom bij het weekoverzicht. Over 3 weken is het alweer carnaval en verandert Breda in het kielegat. Zijn de Bredanaars al een beetje klaar voor carnaval? Zondag gaan we weer lekker klunen. Wij zijn benieuwd welke voorbereidingen zijn getroffen en of de carnavalskriebels überhaupt een beetje aanwezig zijn. Dames, gaan jullie komende zondag klunen? Natuurlijk, zeker. Maar niet hier in Breda. Mevrouw, als Bredanaar, gaat u carnavallen? Jawel. Wel niet meer zoals vroeger, maar toch wel volgens mijn leeftijd. Beginnen de carnavalskriebels al een beetje te komen? Een klein beetje. Meestal pas eigenlijk een week van tevoren, dan beginnen er pas een beetje de kriebelende dagen. Maar langzaamaan komt het. Heren, gaan jullie komende zondag klunen? Ja, we gaan zeker klunen, ja. Ja, zeker weten. Leukste feestje. Klunen is een Bredaars dingetje en dat is eigenlijk veel leuker dan carnaval. Ja, waarom? Ja, weet je, het is klein. Iedereen blijft lekker hier. Bredaars is bourgandisch en is gezellig. Ja, dat klunen past er echt perfect bij. Is u de oudste taal helemaal ready? Al 10 jaar. Ik draag al 5 jaar hetzelfde. Guldenbal. Zo is kroegje pakken. Leuk. Ja. Ja, want haal je vaak oude kleding van zolder of koop je altijd iets nieuws? Of? Eigenlijk altijd wat nieuws. Ik wil altijd wel het oude gebruiken, maar ja, je gebruikt elke dag een nieuw setje, want het is gewoon zo'n vies feest. Ja. Dat je elke dag iets nieuws aan moet. Dus je hebt, en u zegt niet meer zoals vroeger. Hoe vierde u vroeger carnaval? Ja, echt Polonaise. Maar dat zit er niet meer in. Polonaise gewoon 4 dagen lang? Nee, dat doen we niet meer. Nee. Maar vroeger wel? Vroeger wel, ja. En gaan jullie, ondanks dat klunen, dat je het leuk vindt carnavallen, wel carnavallen? Ik ga dit jaar niet carnavallen. Ik ben hier in Nederland, dus ik ga ergens anders naartoe. Dus ik ga niet carnavallen, maar normaal gesproken wel. Ja, ik ben ook gewoon in Breda en carnaval te vinden in Breda, jazeker. Project Aircon is een initiatief om evenementen duurzamer te maken. Belangrijk onderdeel hierbij vormt de elektrische auto. Vrijdag 1 februari vond de kick-off plaats van het project Aircon. Een nieuw initiatief dat wel op een heel bijzondere manier evenementen in Breda duurzamer wil maken. Wij willen heel graag een vervanging vinden voor de vieze stinkende aggregaten op evenemententerreinen. En wij gebruiken de auto als rijdende batterij om stroom in plaats van te gebruiken. Dus de elektrische auto gaat stroom leveren in plaats van stroom gebruiken. Nou ja, kijk, deze mannen die hebben bedacht van, daar moeten we een andere manier van vinden, dat moet duurzamer kunnen. Hè? Dus die zaten met z'n allen op een evenement, pannen op het dak was dat. En die dachten, ja, laten we nou eens op een andere manier kijken of we die energievoorzieningen kunnen bewerkstelligen. Dus die zijn erover na gaan denken en die hebben een box bedacht die tussen de auto en nou ja, de koelkast, het podium, de muziek kan staan. Waardoor je elektrische auto in kan zetten, de energie kan gebruiken om het festival te laten draaien. Bij ploegendienst is duurzaamheid gewoon een belangrijke waarde waar we gewoon eigenlijk vanaf begin af aan mee bezig zijn. Dit is een project wat omtrent duurzaamheid gaat. En dat is voor ons ook eigenlijk een bewuste keuze geweest om daaraan aan deel te nemen als partner. Dus het was voor ons een hele logische stap. Wij vinden dit project belangrijk omdat het bijdraagt aan onze doelstelling om Breda in 2044 CO2 neutraal te maken. Ja, dit zijn allemaal leuke ideeën, gave ideeën, ideeën waar je energie van krijgt om die doelstelling te behalen. En dat is wel de reden waarom wij hier gewoon instappen. Nee, iedereen moet een steentje bijdragen. En als het dan ook nog eens leuk is, ja, dat is, beter kunnen we het niet maken, toch? En die privéchauffeur is dan omdat ze aan het eind van de avond allemaal een lege accu hebben? Nou nee, we zorgen wel, dat is een beetje de techniekvariabele van het verhaal, dat ze thuis kunnen komen. Het is een lokaal project, dus wij gebruiken de batterij tot een bepaald percentage. En die privéchauffeur zou je voor kunnen kiezen als je denkt van, nou, ik ga even een lekker biertje drinken of wat anders, waardoor je niet meer mag rijden. Maar er zijn allerlei andere incentives te bedenken, zoals een vrijkaartje, meet and greet. Dus de chauffeur is een optie. Maar daar hebben we 3 jaar lang de tijd voor om te kijken wat mensen leuk gaan vinden. In aanloop naar carnaval vond er in Café de Koe een carnavaleske avond plaats. Een aantal prinsen liep incognito rond. Waren zij herkenbaar? In Café de Koe gingen 3 prinsen incognito op avontuur. Wij gingen op pad om ze te ontmaskeren. Zal het ons lukken of zijn de andere feestgangers ons voor? En wat vind je nou van die incognito? Laat eens even wennen. Normaal ga je, als je met een band bent, kijk je naar welke kleding dat ze aan hebben. Ja? Maar dan moet je alleen maar lopen zoeken wie waar is. En jullie nemen in incognito wel letterlijk, hè? Ja, zeker. We moeten wel een beetje leuks van maken, toch? Maar is het dan ook zo, als wij hier aan het trekken, zeg maar, dat er bier uitkomt? Oh, was maar waar. Ja? Was maar waar. Het is niet waar.
Dat is wel een beetje jammer hoor. Dat hebben we heel leuk gevonden, maar dat kregen we niet georganiseerd. Ik heb heel even uw hulp nodig. Oh. Ik ben op zoek naar een aantal prinsen, maar die zijn allemaal in normale pak, zeg maar. Ja, dat kan, dat weet ik niet. Ja. Nee. Zou kunnen, weet ik niet. Maar heeft niet iemand zien lopen die op een prinscarnaval lijkt toevallig? Ja, hier denk ik. Van Ruis van? Van Prins Hagen. Nee. Ben Prins van Prins Hagen? Wat ben ik? Ik ben geen Prins van Prins Hagen, toch? Nee, ik weet het niet, hoor. Nee. Maar nou ben ik zelf op zoek naar een aantal prinsen die verkleed zijn. Ja. Maar ik weet niet waar ik die kan vinden. Ik weet ook niet of die vanavond hier zijn. Hey, we hebben even lopen zoeken, maar we hebben gevonden de boom van het Ginneke. Nee. Vandaag ben ik in Cognito. Vandaag. Dus vandaag doe ik de presentatie. We hebben een feestje neergezet. En vandaag ben ik alles behalve baron. Het is wel gezellig hier. Ja, ik vind het wel. Ja. We hebben hier wat pils, hè. Leuke kapellen. Lekker een beetje Mark van Overveld. Geweldig artiest. Dus ja, dit wordt één groot feest vanavond. Dat kan niet anders. Ja, we hebben er echt een uur over gedaan om jou te vinden. Ja, maar ik moest gewoon nog even met mijn oude bielopertjes, waar ik natuurlijk zelf een onderdeel van was. Hij kon het niet laten om toch even nog even lekker wat mee te rammelen. Dat vind ik toch nog wel heel erg leuk ook, hoor. En hoe is het om zo'n feest gewoon in je eigen dorp te hebben? Ja, dat is geweldig natuurlijk. Het is natuurlijk voor heel Breda, want het is een Breda's feest. Het is alleen toevallig in Prinsenhagen. Ja, en dat is natuurlijk mijn dorp. Ja, dan kan het natuurlijk niet beter. Lekker dicht bij huis, dat kan niet beter. Ben je helemaal klaar voor carnaval? Eerste jaar natuurlijk. Ik ben er helemaal klaar voor. We hebben het lekker druk. Soms denk ik wel zo, oh, moet ik het allemaal gaan rondbreien? Maar ik heb zulke goede mensen achter me. Dat gaat allemaal goed komen. Dat gaat er echt goed komen. Nog een paar biertjes en dan... Ja, ik ben de enige prins, maar iedereen weet dat al wel, hoor. Maar ik ben de enige prins die gewoon geen bier drinkt, hè. Niet lekker? Nou ja, ik vind het echt niet lekker, maar ze noemen mij tegenwoordig al Prins Baco. Dus dan weet je genoeg, hè. Dat is ook helemaal goed. Ja, zeker, hoor. Lekker, hoor. Heerlijk. Hey, veel plezier vanavond en tot over een paar maanden. Ja, zeker lukt. Nou, misschien over een paar weken. Over een maandje. We gaan niet te lang meer wachten, hè. Nee, zeker niet. Moet gaan rammelen nou, hè. Het moet gaan rammelen. Heel veel succes jullie, hoor. Dankjewel. Ja, helaas hebben we maar twee van de drie prinsen kunnen vinden. En bij deze wil ik prins Daan van Breda van harte feliciteren. Ja, prins, jij bent de enige die letterlijk incognito is gebleven en die we niet gevonden hebben. Maar dat komt helemaal goed met carnaval, want dan ga je jou vinden en ondervragen. 5 februari 1519, de geboortedag van René de Chalon. Een belangrijke dag in de geschiedenis van de Oranje Nassaus. Maar wie was René de Chalon? Op 5 februari 2019 is het precies 500 jaar geleden dat de geschiedenis van de Oranje-Nassaus begint. Dit is namelijk de geboortedag van René de Chalon. Nou, ik heb hier een foto van een belangrijke persoon uit de historie van Nederland. En de vraag is, heeft u een idee wie dit is? Nee, ik heb geen flauw idee. Ik zou het niet weten. Nee. Heeft u de foto wel ooit gezien dat u denkt, die komen wel bekend voor? Nee, ook niet. Nee. Dit is hier achter mij het kasteel van Breda. En hier werd op 5 februari 1519 René van Nassau geboren. En René van Nassau, dat was de zoon van graaf Hendrik III van Nassau en Claudia de Chalon. Haar broer was Philibert de Chalon, prins van het prinsdom Orange. En hij had bepaald dat wanneer hij kinderloos zou komen te overlijden, dan zouden al zijn titels, dus ook de prinsentitel, die zouden gaan naar de wettige erfgenaam van zijn zus Claudia de Chalon. En zo werd dus René van Nassau uit Breda, werd de allereerste prins van Oranje en Nassau. Ik wist het niet, hoor. Ik was dus het is vandaag een feestdag. Ja, maar ik wist het niet. Maar je bent er niet bij geweest. Nee. Zo ver in de geschiedenis. Oh. Dat wist ik echt niet. Dus daar begint de geschiedenis van het huis Oranje Nassau bij deze man. Vandaag 500 jaar geleden. Oké. Ja, dat was het niet. Oké, goed om te weten. Dankjewel. Oké, nou leuk. Gefeliciteerd. Ja. Nou, u ook. René de Chalon is 25 jaar oud wanneer hij door keizer Karel V naar het slagveld bij Saint-Dizier in Frankrijk wordt gestuurd. En op dat slagveld bij Saint-Dizier in Frankrijk, daar wordt René de Chalon, die wordt daar getroffen door een kogel.
het lichaam verder van René de Chalon, dat werd overgebracht naar Breda. Naar deze Prinsenkapel. En waar dus meerdere Nassaus en dus René de Chalon als enige Oranje Nassau ligt begraven. Wanneer hij kinderloos zou komen te overlijden, dan zouden al zijn titels, dus ook weer de prinsentitel, die zou gaan naar zijn neef Willem van Nassau-Dillenburg. In ieder geval na zijn overlijden wilde hij bijgezet worden in deze prachtige kerk. Alleen op het moment dat Willem van Oranje werd vermoord, in 1584 was Breda in katholieke handen. Willem was inmiddels naar het protestantisme terug overgegaan, dus hij kon hier niet bijgezet worden. En hij is dan uiteindelijk in de nieuwe kerk van Delft is hij bijgezet. Maar eigenlijk hoorde hij hier in Breda begraven en bijgezet te worden. 25 ouderen met een tatoeage. In de Faam is een expositie met foto's en de verhalen van de ouderen. In de Faam is deze maand de expositie Tattoo Age te zien. 25 ouderen met ieder hun eigen verhaal. Eén ding hebben ze gemeen, een tattoo. Wij gingen langs. Mijn naam is Hubert Aanraad en ik ben werkzaam bij Stichting Maatschappelijke Opvang in Breda. Deze expositie is een portret van 25 mensen, ouderen met name, die zichzelf in een woonomgeving, in een eigen huis laten fotograferen. Met een detailopname van hun tatoeage en hun verhaal erbij. Ik ben zelf niet van Get Out, maar wat ik er wel van weet is dat Get Out zet zich in voor ouderen. En dat willen ze op een kunstzinnige manier doen, met name met dit soort projecten. Hoe ze precies op dat idee gekomen zijn, weet ik niet. Ik weet wel dat ze wel een idee hadden om ouderen te fotograferen met een tatoeage. We hebben hier een presentatie gehad van Marion Duimel. En ze heeft een beetje verteld over deze expo. In eerste instantie hadden ze een foto van een oudere met een tatoeage, maar die was vrij statisch met een zwarte achtergrond. Dat is langzaam, zeker is het proces op gang gekomen. Ze hebben er 3 jaar over gedaan om tot dit resultaat te komen, maar het resultaat is prachtig. Het heeft een warme uitstraling. Hè. De foto's zijn op hout gedrukt, waardoor je een soort pastelachtige uitstraling krijgt. En het is een heel toegankelijke foto. Het zijn huisjes waar je binnenkijkt die herkenbaar zijn. Toch zeker voor de mensen die hier komen op de Faam. We hebben hem in eerste instantie gereserveerd tot eind februari. Maar we mogen hem 2 maanden hebben. En gezien alle positieve reacties die we tot nu toe hebben ontvangen, denk ik dat we hem 2 maanden gaan laten hangen. Dus tot februari, tot eind maart. Wat vindt u van de foto's die hier hangen? Ik vind ze gaaf. Het was even wat anders, alleen maar ouderen. Dat verwacht je niet direct met tattoos. Maar ja, ik ben zelf ook net gezwicht. Dus het komt eigenlijk uit een quote van Ior, uit Winnie de Pooh. Die zegt, onkruidjes zijn ook bloemetjes als je ze een beetje leert kennen. En hier komt heel Breda over de vloer. Ook mensen waar anderen de neus voor ophalen. En die zijn vaak meestal heel aardig. 420 kadetten van de Koninklijke Militaire Academie in Breda zetten zich maatschappelijk in. In zorginstellingen, scholen, speeltuinen en op kinderboerderijen steken zij handen uit de mouwen. Kan u mij misschien iets vertellen over wat hier vandaag gaande is? Zeker, vanochtend om 9:15 zijn hier 15 kadetten gearriveerd. Keurig op tijd, eerst een kopje koffie gedronken. Ik heb uitgelegd wat de kinderboerderij is en wat het programma voor vandaag is en de werkzaamheden verdeeld. En toen zijn ze aan de slag gegaan en ze werken keihard. En sinds vanochtend 9:15 tot nu toe zien wij de boerderij zienderogen opknappen. Wat is voor jullie het belang van vrijwilligerswerk? Het belang van vrijwilligerswerk? Nou ja, sowieso om de kadetten te bewust te laten worden van de belangrijke, de bijzondere positie die ze hebben in de samenleving als militair natuurlijk. En vandaar. Dit was het weekoverzicht. Bedankt voor het kijken. Fijn weekend en tot de volgende keer. Breda nu. Je weet het meteen.